Ja, welkom. Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Leuk dat je weer kijkt richting de bekerfinalen van zondag. Want dan wordt er natuurlijk gespeeld in de Kuip tegen Feyenoord. En we werken daar langzamerhand naartoe. Ook vandaag weer een NEC-update met zo meteen een terugblik naar een bekerfinale die NEC alweer gespeeld heeft. We gaan terug naar 1994 met Nick Rokers. En natuurlijk ook weer een NEC. Dat allemaal zo meteen. Eerst gaan we in gesprek met Soontje Hansen. Ja, hij was natuurlijk belangrijk tegen Vitesse, scoorde 2 keer. Maar hoe zit het nou eigenlijk met zijn fitheid? Beter. Ik voelde me tegen PEC Zwolle weer goed, fit. En ik snap eigenlijk niet waarom ik ineens kramp kreeg. Want daarvoor sprint ik 2 keer terug en voelde ik me gewoon in mijn vel eigenlijk. En ineens kreeg ik kramp. Maar ik denk ook omdat ik de laatste wedstrijd 30 minuten had gespeeld en daarvoor was ik ziek. Ja, ik heb laatst met Remco Bissettini bij mij in de podcast ook over jou gehad. Ja. En die zei ook, ja, zoontje moet ook even wennen aan, het is ook weer een tandje erbij. Ja, klopt. Ja, klopt, zeker. Ik heb denk ik de laatste 4 jaar, als ik het goed zeg, of 3, heb ik al geen 90 minuten gespeeld. Door klachten natuurlijk. En als je dan van jong Ajax naar NEC gaat en je gaat naar Eredivisie, dan is dat een stap hoger. En ik heb bij jong Ajax al geen 90 minuten gespeeld. Dan moet ik hier natuurlijk gaan wennen. Snap je wel eens dat er dan vanuit supporters, vanuit mensen kritisch wordt gekeken van god, weet je, zo'n jonge jongen en hij kan maar 30, hij kan maar 40 minuten spelen. Hoe kan dat nou toch? Ja, ik snap het wel. Ik snap het wel. Want Maar kun je dat eens uitleggen? Hoe zit dat dan? Ja, ik snap het. Alleen hun weten niet wat ik allemaal heb meegemaakt in die afgelopen 4, 3 jaar. En hun weten ook niet wat voor klachten ik heb, wat ik voel. Dus ik snap het wel. Want ik wil ook zo graag, hun willen ook zo graag. Ik wil ook zo graag 90 minuten spelen. Want als ik weet dat ik 90 minuten kan spelen, dan weet ik dat ik ook zelf meer goals kan maken, meer assisten. Want de laatste 20, 30 minuten worden volgens mij de meeste goals en assisten gegeven. Dus wat doet de trainer of NEC eraan om jou naar dat niveau te krijgen? Dat je gewoon weer 90 minuten kan spelen? Ik had al met voeding, was ik al heel veel bezig met NEC. Tijd van slapen, echt op programma wanneer ik moet eten. Ik heb mijn wekker om 6:15 dat ik moet eten. Want dus ook iets wat echt goed is, dat ik een wekker heb om 11:15. Dat mijn telefoon weg moet. Want als je natuurlijk de hele tijd met de helderheid zo in je gezicht, dan kan je niet zo snel in slaap vallen. Dus ze hebben me veel geholpen. En ik heb een goede band met mijn fysio Reinier. Hij zit echt heel kort op mij. En daar ben ik enorm blij mee. Er moest dus een stukje opvoeding bij. Missen jullie dat bij Ajax dan? Ja, bij Ajax word je eigenlijk wat meer losgelaten in die dingen. Bij Ajax is het denk ik wat meer belangrijker. Op het veld en technisch eigenlijk wat meer. En hier is het ook buiten het veld dat ze goed achter je aan zitten en ook binnen het veld. Dus dit had ik wel zeker nodig. Ja, die structuur is voor jou heel erg belangrijk dus blijkbaar. Ja, heel belangrijk, heel belangrijk. Nou, we hopen dat hij dan de hele week op tijd op bed ligt om fit te zijn voor de bekerfinale van zondag. Het hele interview is trouwens ook te zien op mijn Instagram-account. Daar wat uitgebreider interview met Soontje Hansen richting de bekerfinale. En dan nu gaan we terug naar het jaar 1994 met Nick. Ja, Wilfried, 30 jaar geleden tegen Feyenoord. Ik denk dat het een mooie finale was, maar ik denk dat de halve finale misschien wel mooier was. Heb ik wel gelijk? Ja, daar heb je zeker gelijk. Ja. Ik denk alleen al door het resultaat. Ja, 1-2 uit bij Ajax. 1-2 uit. Normaal gesproken, je gaat naar Ajax 1 en dan heb je het gevoel van hartstikke leuk zo'n wedstrijd. Ja. Je speelt daar, toen nog in de meer. Ja. En na een half uur zit je vaak te kijken naar de stand en denk je, hoe lang moeten we nog? Vaak ben je kansloos, dus pak je gaan eventjes in de hoogste versnelling en tik, tik, tik. Ja. Nou, dat jaar was het anders. Ja, een jaar later zouden ze wereldkampioen worden. Maar tegen NEC hadden ze het lastig. Toen hadden ze het heel lastig, ja. Ja. 1-2. Was het Lok die volgens mij nog scoorde die wedstrijd? Het was dan, ja, eigenlijk die wedstrijd was een... wij stonden natuurlijk, we waren echt in vorm. Ja. Toen was het wel eerste divisie. Ja, jullie speelden eerste divisie ja, toen. Ja. En na een aanvankelijk moeilijk begin in de competitie, vanaf oktober begon het echt te draaien. Ja.
Maar echt goede spelers. Echt een hele goede selectie. Dat zag je ook terug vanaf dat moment, oktober, november, hebben we volgens mij geen wedstrijd meer verloren. Nee. Zo ging ik ook naar Amsterdam met het idee van, ja, we hebben hier gewoon niks te verliezen. En we spelen eigenlijk haast 1-1. Carlos Alba stond achterin en die schoof eigenlijk heel snel door naar het middenveld. Ja. Kees Lok stond in de spits. Waren een paar hele goede spelers. Kees van Wonderen deed mee. Ook nog. Kees van der Weeren deed mee. Ja. Danny Hoekman speelde daar als linksbuiten. Ja, allemaal wel bekende namen uiteindelijk geworden. Bekende namen. Ja. Toen bekend, maar eigenlijk nu nog steeds, omdat heel veel nog steeds in het voetbal werkzaam zijn. Ja, je wint dan van Ajax, wat een jaar later dus wereldkampioen zou worden. En dan op een gegeven moment word je gebeld door NOS. Wil je even langskomen? Nou, vervolgens na afloop de kleedkamer en samen met het publiek in eerste instantie naar de wedstrijd. En na die tijd in de kleedkamer, toen kreeg ik te horen dat we naar Studio Sport met z'n allen mochten. Ja, ja, je zat op een soort mini-tribune op de eerste en tweede rij. En dan was het een jonge keeper Wilfried Broekhuis die maar één bal doorliet tegen het grote Ajax. Wist je eigenlijk wel wat je moest zeggen toen je daar zat? Ja, nou ja, zij stelde de vraag, jij stelt nu de vraag. Ja, en de antwoord, zo simpel is het eigenlijk. De antwoord op wat je op dat moment voelde en dacht. Ja. En dat het bijzonder was, dat wist je wel. Ja. Dat is natuurlijk, de emotie was natuurlijk, en de ontlading was zo enorm na die wedstrijd. Dat maak je niet iedere keer mee. Hoe kijk je nou terug op die finale? Doet het nog heel veel pijn? Of? Ja, nou, op dat moment waren we misschien al blij dat we de finale haalden. Ja. Als je de verhoudingen zo van de voren zou zeggen van, 10% kans dat je zou winnen. 90% Feyenoord. Je deed mee. We hebben wel onze huid te duur verkocht. We hebben wat kansjes gecreëerd. Maar Feyenoord had natuurlijk ook zijn huis wel goed gedaan. Die zochten ook niet vaak de aanval. Die gingen echt gegroepeerd staan en ze lieten ons een beetje in het blok komen. Ze kwamen natuurlijk op 1-0. Dat was een beetje een voordeel. Voor de Feyenoorden was het volgens mij niet zo'n bijzonder verhaal, wedstrijd. Ja. Voor ons was het, we hebben onze huid wel duur verkocht. En afgelopen die 2-1 viel misschien net iets te laat misschien. Ja. Durf je een voorspelling te geven? Voorspelling. Ik denk, ik gok op 1-2. 1-2? 1-2. Verlenging 90 minuten? Zonder verlenging. Zonder verlenging, gewoon lekker op tijd naar huis. Ja, ik denk zonder verlenging. En als het met verlenging is, dan... Pengeltjes en pak Jasper de laatste. Kijk. Ja, dankjewel Nick. Goed, dan zijn we bijna aan het einde alweer van deze NEC-update. Maar ja, er ontbreekt natuurlijk nog één iemand. Jawel, Henny C. Ik zeg tot morgen. Henny C. Ik kom nu uit de kast, maar ik kom uit de container. Helemaal mooi. Het was me toch geweld met die boot. Man. Het begon al in de sluis bij Tiel. Hebben we anderhalf uur in de file gelegen, zeg. Baba. De politie kwam aan boord. Die kwam controleren of ik wel een combikaart had. Er lag ook witte poeier op het dak, maar dat was van de oliebollen. Erdige gasten, maar sommigen waren supporter van Tactiel. Maar we zien nu in Rotjeknuil. Ik ben benieuwd wat we nou aangetreffen hier bij die gasten. Ook in Rotterdam hebben ze ook de kleuren van ons. Rood, groen en zwart. Nou, ik geloof het. Tot morgen weer.